inderdaad het vertrouwen voor zo'n beest. De vertrouwen moet er wel zijn. En anders dan zegt u van bekijk het maar. Pino, Europese oehoe. Prachtdier ook. Oranje ogen, dan zeggen dat die uil dan in de schemer jaagt, net als de randuil. Gaat ze vliegen of? Nou, ik wil hem hier, is die, omdat er regelmatig mensen boven staan, dat is voor hem bedreigend, voor haar. En ik vind het te spannend, maar we hebben andere vogels bij die zeker gaan kijken, maar hij is elke keer bezig met... maar we gaan zeker vogels vliegen hier. Gegeven. Ik heb hier Peppy bij me en oh ja, ik zal even vertellen hoe de dag voor de rest er uitziet wat er valt weer aan gaan. Sowieso is het open dag tot 4 uur hebben gegeven. En wij zijn hier ook tot 4 uur. We hebben om 11 uur deze demonstratie om 1 uur en 1:30 nog een keer. En ik probeer elke demonstratie wat meer volgen te krijgen. Want ja, geen ding van het publiek natuurlijk. Maar ook voor de vogels kunnen ze nu de hele dag doorvliegen. Alleen, hier heb je een lekker stukje vlees. En daar zit een vogel die ook dat is gebeurd. Niet bang zijn als je vlak over je heen vliegt. Kom maar, Daniel. En Peppy, kom maar. Peppy! Peppy! Ja. Hij zag iets meenemen op een steken. En zijn niet zo lang. Kijk even naar die lange tenen. En naar die lange nagels, hoe scherp die zijn. Daarom heb ik jou maar de hals van aangetrokken. Roodvogels doen scherpe klauwen en dan gaat er een zeil op het veld. Daar zit een gat in van 43 centimeter. Ik weet dat die vogel achter de knijnen aan kan. Dan gaat hij door zo'n haagje heen, die daar staat, zijn beukenhaagje. Maar dat moet hij wel kunnen. En waarom kan hij dat? Gaan we even laten zien. Waar komt de wind vandaan? Komt daar vandaan? Dus die ziet de zon eruit in waar roodvogel komt. Kijk, wat ik wil hem proberen, door het zeil heen te laten vliegen. Daar gaat hij al. Roep maar. Peppy.